Eindelijk is het dan zover. De eerste glasvezelaansluiting is op de openbare basisschool Prinses Beatrix in Kortrijk geïnstalleerd. Voor internetprovider Trinet is deze happening een belangrijke aanleiding om schooldirecteur Mariska Buizer te verrassen met een slagroomvruchtentaart. Fijn dat we hier de eerste aansluiting mogen doen van Trinet Glasvezel. We hopen dat jullie heel veel plezier van de aansluiting gaan hebben. Het is een lang proces geweest. 2015 zijn we gestart hier met de vraagbundeling. Er zijn wat hobbels geweest, maar gelukkig kunnen we nu eindelijk aan de slag. Goed om te vermelden is dat we ook met de lokale omroep LAF aan de slag gaan. Dus die worden ook uitgezonden op ons netwerk. En we hopen dat we snel iedereen geactiveerd krijgen. Ook mochten wij de Point of Presence bezoeken. Dat is een verdeeld station van E-Fiber, waar het glasvezel vanuit Amsterdam verdeeld wordt naar alle woningen en bedrijven in het Zeevangse gebied. We staan nu hier in de centrale van E-Fiber. En hier hangt de actieve apparatuur, dus het glasvezelsignaal, waar het allemaal om draait, van Trinet. En het signaal wordt gevoed vanuit het datacenter uit Amsterdam. En de belangrijke spoorboringen die wij midden juli hebben kunnen realiseren, heeft ervoor gezorgd dat we dus nu hier signaal hebben. En dat we vandaag ook de eerste klant hebben kunnen activeren. Het signaal wordt vanuit deze kant, dus het actieve apparatuurkant, wordt hier verdeeld naar alle unieke nummers. Elke klant in dit gebied heeft een unieke nummer toegediend gekregen. Ja. En hier wordt dan de verbinding gemaakt naar de aansluitingen fysiek in de woning of in het schoolgebouw of in het bedrijfspand. En dat is aan deze kant. Dus vanuit het datacenter komt één signaal binnen. Dat wordt verdeeld aan deze kant. En dan wordt dan weer de koppeling gemaakt met de klantaansluitingen. Elke klant, zoals je kunt zien, heeft twee glasvezelaansluitingen. Namens de stichting Zeevangnet, die de hele proces getrokken heeft, wij zijn in 2015 inderdaad begonnen als bewoners van de zeven dorpen in de Zeevang om samen met de gemeente te kijken hoe we glasvezel konden krijgen. Daar hebben we E-Fiber bij betrokken, het bedrijf dat de opdrachtgever is van de aanleg van het glasvezelnetwerk. En Trinet is hier, en dat is wat we vandaag vieren, de provider die ook echt de diensten aan de mensen gaat leveren. Het snelle internet dat we hier op een heleboel plekken nooit gehad hebben, dat gaat nu komen hier met de diensten van Trinet. En daar zijn we vandaag voor bij elkaar en bijzonder blij dat we de eerste aansluiting, juist ook op een school, want het zijn de kinderen van Kwaardijk, die nu vandaag het internet hebben dat ze in de toekomst nodig zullen hebben om hun werk en hun leren te kunnen voor elkaar krijgen. Dus dat is het mooie. En daar eten lekker van met elkaar. Dat gaan we doen, ja. Samen met de kinderen. Ja, dat zou ik zeker doen. En natuurlijk ook namens Trinet bedankt voor jullie inzet. En zonder jullie was dit project niet gelukt. Nieuwe klant hier in Kwaardijk. Ja. Alsjeblieft. De rest gaat volgen. Ja. Dank wel. Mooi. Leuk. Ja, Willem, nou zijn er best veel problemen geweest. Ja. Kun je daar de kijkers van de LOF wat uitleg over geven? Ja, nou ja, we hebben natuurlijk eerst een jaar lang de campagne gevoerd om iedereen warm te maken om glasvezel te nemen, om een abonnement te nemen. Want als we niet met genoeg mensen waren, was het niet waard om de investering te doen om het voor elkaar te krijgen. Nou, dat hebben we voor elkaar gekregen met elkaar. Daar hebben we elkaar ook uitgebreid over gesproken. Dat was een enorm heugelijk moment waar iedereen ontzettend blij mee was. En toen dachten we, nou, over een jaar is het klaar. Maar dat bleek toch niet zo makkelijk te zijn als we toen dachten. Vertel. Ja, daar wil je natuurlijk alles over horen. Wij als Zeevangnet, als inwoners, hebben daar ook een beetje met handen wringend naar zitten kijken. Maar waar de aannemer die de opdracht kreeg om het netwerk aan te leggen vooral tegenaan liep, was dat er ontzettend veel verschillende vergunningen nodig waren om hier in de dorpen aan de gang te kunnen. Dan heb je het over
boringen onder het spoor door, waar ProRail een vergunning voor moet geven. Dan heb je het over de gemeente, die goed meegewerkt heeft overigens om in de gemeentewegen te kunnen graven. Dan heb je het over het Hoogheemraadschap vooral, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, die heel veel wegen en de dijk langs het IJsselmeer beheren. Dat was het grootste euvel? Ja, dat was een lastige organisatie om mee samen te werken. Ik ga ze nou niet bekritiseren, want uiteindelijk is alles gelukt en komen alle vergunningen er. Maar je moet je voorstellen dat in de winter tussen 15 oktober en 15 april mag er vanwege de mogelijkheid van stormen mag er niet gegraven worden in de dijk. Nou, dat heeft echt een aantal keren roet in het eten gegooid. We zijn ook heel boos geweest nu en dan over op elkaar. Soms er zijn heftige discussies gevoerd. En als je het hebt over op elkaar, wie bedoel je dan precies? Nou, omdat al die instanties, Hoogheemraadschap, ProRail, de Staatsbosbeheer speelt er ook nog een rol in, omdat ze eigenaar van de grond zijn. De gemeente, het Zeevangnet, E-Fiber. Trinet, die hier nu bezig is, heeft daar niets mee te maken. Die wacht gewoon tot het klaar is en dan gaan ze aansluiten. Hebben voortdurend met elkaar gebeld, vergaderd om te kijken of het wat versnelling kon brengen. En dat is wel belangrijk. Wat vervolgens gebeurt is natuurlijk dachten bewoners, wanneer komt het nou? Het is beloofd dat het zou komen, terwijl wij niet precies konden zeggen wanneer het kon komen. Dus het grootste probleem, en ik denk wel dat dat heel terecht is, is de communicatie. Mensen vroegen zich af, geef dan een planning, dan weten we wanneer het komt. Maar het bleek in de praktijk ontzettend moeilijk om een planning te geven die niet na 2 weken weer uit elkaar zou vallen. Ja, en dan vraag je je af, wat heb je eraan om informatie te geven iedere keer die na 2 weken weer outdated is, die na 2 weken weer niet klopt. Maar alle instanties die hebben toch wel het idee om met deze tijd mee te gaan, want we willen toch allemaal glasvezel en ook die instanties allemaal toch? Nou, daar zeg je wat, Wim. Ik denk dat het, dat hebben we wel eens gedacht, een organisatie als het Hoogheemraadschap is niet bezig met het aanleggen van glasvezel. Hun missie is om ons veilig te houden voor het water en ons droge voeten te laten houden en te zorgen dat het water schoon en mooi is, maar niet om glasvezel. Dat heeft wel eens moeite gekost om die organisatie een beetje om te duwen om ze het gevoel te geven dat dit soort ontwikkelingen ook belangrijk zijn. Maar uiteindelijk is dat gelukt. Ze zijn om. Ze zijn om. Ja, dat mag je wel zeggen.